We kunnen er niet buiten natuurlijk. Hè. Je bent de Queen of Nominations in Big Brother geweest. Dacht jij op een Ja. bepaald moment dat je die nominaties toch altijd maar bleef overleven van oké, ik maak echt wel kans om de winnaar te worden? Nee, heel gek. Nee, ik heb dat wel eens gedacht in mijn bed van, oh my god, zou ik dat hier nog echt willen of zo? Maar ja, dan aan de andere kant dacht ik ook wel van, ik heb hier misschien ook nog niet tegen de sterkste spelers gestaan. Wat dan natuurlijk nu bleek uit het huis dat ik en Salah topfavoriet waren. Dus dat was sowieso niet aan orde. Maar nee, ik heb dat niet. Ik ben iemand die altijd met mijn voetjes op de grond bleef staan. Dus ik was niet zo ver in mijn gedachten. Het is ook daarom dat ik nu hoor dat mensen de vliegtuigen hebben laten komen eigenlijk. Als omdat na 6 keer ik het blijkbaar nog steeds niet echt door had of zo. Want ik heb heel veel steun buiten. Omdat op dat moment is het belangrijk wat je binnen hebt. Want wat je buiten hebt, dat zie je niet. Dat voelde niet in het huis. En ik wou... Ja, ik had het gewoon heel zwaar met dat ik binnen altijd geviseerd werd. Dus... Ja. En waarom nomineren ze jou altijd, denk je? Ja, in het huis... In het begin begreep ik het niet goed. Ik dacht altijd van... Ja, ik begreep het ook niet echt goed in het begin. Naarmate de tijd dacht ik van... Ja, ik ben gewoon iemand die niet meedoet met het gebruikelijke. Of wat dat zij gewend zijn. Ik deed mijn eigen ding. Ik zei het als ik het niet leuk vond. Ik zei ook als het mij niet aanstond. En daar konden ze niet veel mee aanvangen. Dus dan dachten ze diep weg. Maar ja, dat is nu eenmaal mijn karakter. En ik kon ook een hele andere houding aannemen. En mijn karakter compleet negeren. En zeggen van, ik ga hier gewoon meedoen zoals velen hebben gedaan. En het wel zien, maar gewoon meespelen om zo ver mogelijk te raken. Maar dat is niet wie ik ben. En ik dacht ook, als dat elke week mijn kop zal kosten, liever dat, dan dat ik mij nu zal aanpassen om mij anders te gaan gedragen of te doen alsof ik iets leuk vind of ergens niet te gaan op reageren waar ik eigenlijk niet mee akkoord ben. En daar konden heel veel het niet zo makkelijk mee. Ja, die konden dat niet echt hebben van mij. En dan, ja, elke keer dat ik terugkwam en een nominatie overwon, zeg maar, dan werd ik ook nog eens een sterke speler. Dus ja, ik moest gewoon naar huis.